Goedemiddag en welkom bij het weerbericht van Weerplaza. Vanuit het noordwesten trekken een aantal buien over het noorden en midden van het land. In het zuiden is het tot dit moment overwegend droog. Komende nacht hebben we in eerste instantie opklaringen. In de kustregio kan nog een enkele bui vallen. Landinwaarts is het meest droog. Het koelt uiteindelijk af naar 7 tot 9 graden. Later op de nacht gaat vanuit het westen de bewolking weer toenemen en tegen de ochtend volgt een gebied met regen. Morgen vroeg hebben we dan ook periode met regen. Later op de dag wordt het vanuit het westen geleidelijk aan droger en komen er wel een paar opklaringen. In eerste instantie waait het flink aan zee hard, misschien zelfs even stormachtig, later overwegend krachtig, windkracht 6 tot 8. Woensdag, donderdag en vrijdag houden we nogal grijs en wisselvallig weertype. Met name donderdag heeft het oosten wel iets meer ruimte voor de zon. Verder wordt het geleidelijk aan een stuk zachter. Donderdag en vrijdag kan het wel eens 18 of 19 graden gaan worden. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.